A Serial Killer a Day. Op deze dag in 2006 overlijdt Wayne Clifford Bowden in het Kingston General Hospital in Ontario, Canada. 35 jaar eerder was hij de eerste seriemoordenaar die werd veroordeeld op basis van odontologisch bewijs. Hij kreeg levenslang voor 4 moorden. Tijdens zijn misdaden liet hij bijtsporen achter op de borsten van zijn slachtoffers. Door de bijtsporen te vergelijken met een gipsafdruk van zijn gebit, kon worden bewezen dat hij de dader was. Door deze gipsafdruk kon ook worden bewezen dat hij niet de dader was van een misdrijf waar hij ook van verdacht werd. Van bijtsporen bij nog een ander slachtoffer. De dader hiervan werd pas in 1994 opgepakt.